Jij hebt net de opening gedaan hier bij het ABFF, Amsterdamse Buurtfilmfestival. Ja. Met wat voor muziek? Ik heb mijn nummers van mijn laatste album Embodied Poetry gespeeld. Mijn muziek is een soort van multiculturele jazz. Dat heeft invloed vanuit India's muziek, Latijn, Flamenco, Balkans, Afrika en dan veel breed mogelijk. Ik kom zelf uit Istanbul en in Oost-Turkije ook daarvoor. En ik woon hier al 16 jaar en heb heel veel invloeden. Ik heb alles in mijn muziek gebracht. Ik ben oudspeler en componist. Oud is de voorganger van Europese luid, maar oud is fretless, net als viool. Maar ik heb ook looper vandaag bij me, dus dan ik heb gewoon wat geëxperimenteerd. Ja, dus een looper is een stukje wat je zelf opgenomen hebt en dan laat je dan spelen terwijl je op je andere instrument gewoon de muziek erbij op je loet, zeg maar, live. Zeker. Ja, looper gebruik ik voor grooves, dat hou ik van. Dus dan ja, maakt extra dimensions. Ik speel oud al meer dan 25 jaar nu. Dus dan, ja, ik heb een aardig mooi netwerk en reputatie. 6 albums achter. Ja. En als mensen jou willen boeken, waar kunnen ze dan kijken? Heb je een website? Ja, ik heb een website, mehmetpolat.net. Ja, maar ik heb ook allerlei social media kanalen, dus best bereikbaar. Oké, de website of op Facebook? Ja.